haltrein ze op. Op reis met 30 vliegtuigen. En protest tegen bestuurregering Boutersen. Goedenavond allemaal, hier zijn we er weer met een nieuwe uitzending van je eigen 10 minuten jeugdjournaal. Water, water en nog eens water. Percelen lopen onder, Drentse en Goten die lopen over, omdat het water nergens heen kan. Het ministerie van Openbare Werken is sinds een paar dagen druk bezig om met graafmachines de Drentse op te halen, zodat het overtollige water weg kan lopen. De regering heeft speciale hulp ingezet om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. In totaal zijn landelijk 60 graafmachines ingezet om de Drentsen op te halen. Doordat deze dichtgegroeid waren, kon het water niet normaal wegstromen. Door de troep eruit te halen en de Drentsen uit te diepen, kon het water sneller wegstromen. Hier op Zanderij heb je 99,8, hou me ten goede, 99,8 liter aan water per vierkante meter oppervlakte. Dan moet u nagaan hoeveel water we aan neerslag hebben gehad. We zijn overal samen met RO, samen met LVV, is het ministerie bezig waar we kunnen opschonen, nog extra op te schonen. Vooral de districten hebben veel last van het overtollig water. In Kamerwijnen en Saramakke liggen veel landbouwgronden onder water en in andere districten ligt het water zo hoog dat het de huizen van mensen binnendringt. Het belangrijkste wat ze moeten doen, en ik wil dit ook echt printen, het moet ingeprint worden bij de jeugd vooral, omdat zij morgen ervoor gaan staan, dat je omgeving schoonhouden belangrijk is. Niet een bol of een wors eten en je papiertje of je plastic zak op straat gooien. Dat is een van de grootste problemen. Kijk, we hebben aan het begin van onze opschoning hebben we bepaalde kanalen opgeschoond. U wil niet geloven wat we allemaal hebben aangetroffen. Ijskasten, gasfornuizen, autobanden, matrassen. Ik weet niet, waarom zou je dat moeten doen? Wat je in je eigen huis niet doet, moet je ook niet met het land doen. Zoveel water om je heen is niet prettig, maar deze jongens maken het beste ervan. Door het ophalen van de Drentsen komen zij makkelijker bij de vissen. Ook jij kan ervoor zorgen dat er geen water blijft zitten op jouw erf, door jouw omgeving schoon te houden. Op deze manier kan het water normaal wegstromen. Itsuki is de jongste DJ. Tromp gaat met 30 vliegtuigen op reis en vrijgelaten Boko Haram meisjes herenigd met hun familie. Het is tijd voor de korte nieuwsberichten. De 82 schoolmeisjes die door de Nigeriaanse terroristengroep Boko Haram zijn vrijgelaten, zijn eindelijk met hun familie herenigd. De ouders van de meisjes ontmoeten elkaar zaterdag in de hoofdstad Abuja. Deze ontmoeting verliep moeizaam omdat de meisjes nog door de veiligheidsdiensten ondervraagd moesten worden. Ook hun identiteit moest met zekerheid vastgesteld worden. Zowel de ouders als de meisjes liepen vol van geluk en konden hun tranen niet bedwingen. Bashir Ahmad, een adviseur van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, publiceerde de beelden op Twitter. Het is al meer dan 3 jaar geleden dat de 82 schoolmeisjes ontvoerd werden door een extremistische terroristische groep Boko Haram. Vele van hen waren verplicht te trouwen of werden ingezet als zelfmoordterroristen. In totaal werden er meer dan 276 meisjes ontvoerd door de groep. Hoeveel meisjes nu nog worden vastgehouden door Boko Haram is niet helemaal bekend, maar het loopt zeker tegen de 100. Itsuki Morita is van Japan en is pas 6 jaar oud. Hij zit op de lagere school en is de jongste DJ ooit ter wereld. Omdat hij de jongste is die ooit achter een draaitafel heeft gestaan, heeft hij een plekje gekregen in het wereldrecordboek als jongste DJ. Het Guinness Recordboek is een boek dat elk jaar verschijnt met daarin allerlei internationale records. Zoals bijvoorbeeld de langste man, de kortste rivier of de gevaarlijkste plant. Itsuki draaide met een professionele set maar voor 1 uurtje in een restaurant waar volwassenen en kinderen bij waren. Hij houdt ervan om een mix te maken van rock en disco en kijkt voornamelijk naar Amerikaanse DJ's zoals Avicii. Omdat hij het leuk en cool vindt, is hij het ook gaan proberen. Itsuki is heel blij met zijn titel als jongste DJ. Hij had het helemaal niet verwacht. Donald Trump is afgelopen weekend begonnen aan zijn eerste grote reis als president sinds zijn inauguratie. De president van Amerika neemt meer mee dan alleen een koffer met kleding.
Zo neemt meneer Trump 30 vliegtuigen, 56 auto's en 1000 man personeel mee. De meesten gaan mee om hem zo goed mogelijk te beveiligen. Hij is van plan in 9 dagen 5 landen te bezoeken in het Midden-Oosten en Europa. Hij begon eerst in Saoedi-Arabië, waarbij hij tientallen Arabische en moslimleiders zal ontmoeten. Daarna reist hij naar Israël, België en uiteindelijk Italië, voordat hij op 27 mei terugkeert naar Amerika. Meneer Trump is de eerste president die ervoor heeft gekozen Saoedi-Arabië te bezoeken. Na de verkiezingscampagne beloofde hij om moslims in Amerika te verbieden. Hiervoor wordt hij gehaat en hoopt hij nu daarom dat hij de Arabische en moslimleiders kan overtuigen dat hij niet anti-moslim is. Stop met het verarmen van het volk. Dat was de rode draad zaterdag tijdens de protestmanifestatie van de oppositie samen met de vakbonden. Zij eisen van de regering Boutersche Adin dat zij er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het beter gaat in Suriname. Uit verschillende districten kwamen mensen naar de protestmanifestatie in het hoofdkwartier van de NPS in Grundjari, allemaal met vlaggen en gekleurd in de kleur van hun favoriete politieke partij. Zij zijn allemaal hier naartoe gekomen om te luisteren naar wat de leiders te zeggen hebben en wat ze nu gaan doen. Iedereen is ontevreden over de huidige situatie in ons land en het kan zo niet verder. Wanneer ik bijvoorbeeld iets aan mijn moeder vraag, kan ik het niet direct krijgen. Misschien moet ik zo'n maanden lang wachten en zo. Het spullen wordt duurder. Als je met 100 centen naar winkel gaat, dan kan je niet veel dingen kopen. Wat is zo gebeuren? Dat de regering weg moet en er een betere regering kan komen om het op te lossen. Hij moet niet naar huis, maar hij moet verandering brengen in het land. Ook de protestgroep We Zijn Moe was aanwezig om de protestmanifestatie te ondersteunen. Terwijl de politieke partijen eisen dat de regering haar beleid moet aanpassen, heeft We Zijn Moe een ander doel. Niet dat we het slechtste wensen van Suriname, maar onder deze regering hoeven we geen verbetering te verwachten. We zijn uitgenodigd voor die gesprekken en we hebben daar aangegeven dat we onze ondersteuning verlenen aan deze manifestatie. Daarom zijn we hier. Als niemand iets zegt, gaat de regering denken dat alles goed gaat. En je ziet dat ze al rekening houden met verhogingen. Nu kondigen ze het niet aan, ze voeren ze sluipende wijs. Dus je ziet dat het wel effect heeft. De grote vergadering werd afgesloten met een verklaring die werd uitgegeven door alle samenwerkende partijen. Hiermee roepen zij de president op om af te treden als hij de huidige financiële crisis niet kan oplossen. Ombuiging van het beleid, dat is belangrijk, want ik voel het, toch? En hij zit daar. Hij kan er verandering aan brengen. Als hij dat niet kan doen, dan moet hij ruimte maken voor andere mensen om het te doen. De oppositie geeft de president nu de ruimte om te reageren op haar eisen. Het is nog niet bekend wat de volgende stappen zullen zijn. Dat was voor vanavond. Fijn dat je hebt gekeken. Wel te rusten en tot morgen. Doei!